Goedenavond meneer. Mijn naam is Frans en ik ben hier gekomen om een nieuwe bakkerij te promoten. Volgende week vrijdag gaat de zaak voor het eerst open. En behalve al dat lekkers wat we verkopen, bieden we ook cursussen aan voor de volwassenen die s'avonds dan bijvoorbeeld gezellig bij elkaar koekjes komen bakken. Oh, oké. Leuk zeg. Neem je dat niet? Nou, eerlijk gezegd hou ik hier niet zo heel erg van. Ja, sorry, ik neem uw foldertje wel aan. Goed. Dank u wel. Bedankt voor uw tijd. Fijne avond verder. Ja, en ik kom zeker een keer bij u in de winkel kijken. Niet dus. Vanavond thuis te zijn, want ik ga misschien nog uit. Oh, ik denk dat we rond middernacht al thuis zullen zijn. Maar ik wil geen rommel vinden als we thuis komen. Ja, man. Oké, lieverd. Veel plezier vanavond. Oké, later. Oh, David. Ga maar lekker op uit vanavond. Geniet nog maar een keer. Oké? Ja, dat komt goed. De situatie is behoorlijk serieus aan het worden. Inmiddels gaan overal de sirenes af en wordt het aangeraden binnen te blijven met de deuren en ramen dicht. Ik krijg zojuist binnen dat dit niet alleen Nederland betreft, maar steeds meer een wereldwijd fenomeen aan het worden is. Voor de mensen die net luisteren, ik zal nog even herhalen wat er momenteel gebeurt. In bijna alle delen van ons land zijn rellen aan de gang. De politie gaat uit van een schadelijk gas of iets in het drinkwater wat invloed heeft op het gedrag. Alles wordt nog onderzocht. Maar de politie heeft alvast een aantal tips. Kook eerst het kraanwater goed voordat je drinkt. Zorg dat er geen ventilatie is van buitenaf. Blijf weg van diegenen die onder invloed zijn vanwege de zeer agressieve houding die zij hebben. Tot zover alle informatie. Blijf bij ons en we zullen... Het nummer dat u probeert te bereiken is niet correct. Controleert u het nummer en kies opnieuw. Hoi. Oh, onze auto is stuk en ik zoek onderdak voor het moment. Ik probeer mijn man te bereiken, maar die neemt steeds niet op. Oké, kom snel binnen. Wat doet u? Alles moet dicht zijn. Dat is voor de zekerheid. Alles is dicht. Maar het is beter dat de buitenwereld denkt dat er niemand thuis is.
Voor je weet komen ze hier binnen. Weet u wat er buiten allemaal gebeurt? Nou... Het is geen virus of zo. Mijn naam is trouwens Helen. David. Mijn dochter is erg in shock. Ze kan weinig doen dan alleen maar huilen. Oké. We waren uit eten. En opeens werden er meerdere mensen in het restaurant onwel. Ze werden agressief en moordlustig. Ze vallen je gewoon aan en dan... En dan? Niets. En je kon in hun ogen zien dat ze onder invloed zijn van iets. Van drugs of zo. Zoiets hoorde ik al op de radio. Oh, wat goed. Je hebt een radio. Het verbaast me dat je stroom hebt. In de stad was alles pikkendonker. Ik begrijp niet hoe zoiets opeens kan gebeuren. En zo snel. Wacht, ik zal de radio even aanzetten. Nee, liever niet. Ja, zullen we dat zo doen wanneer zij slaapt? Oh ja, sorry, je dochter. Heeft ze misschien iets nodig? Iets speciaals misschien? Alleen rust. Wilt u misschien wat drinken? Water. Maar je moet het wel eerst goed koken. Ja, dat had ik al begrepen. Ik heb helaas niets voor bij de thee. Wacht even. Hier. Kijk voor de bij. De situatie lijkt wereldwijd te verslechteren. Meer en meer mensen vallen elkaar zonder reden aan of gedragen zich vijandig. Steden als Amsterdam, Haarlem en Groningen zijn inmiddels verboden regio's. Het wordt ten alle tijde afgeraden hier naartoe te gaan. De politie denkt dat de oorzaak ligt bij een groots opgezette sectarische actie, waarbij men zonder het te weten wordt gedrogeerd. Meer hierover straks. Jezus, wat is er toch aan de hand? Wereldwijde secte. Dat kan toch haast niet? Ik moet er niet aan denken. Geloof je ergens in? Nee, zo ben ik niet opgevoed. Hoezo? Nou, gewoon, ik ben altijd benieuwd naar wat mensen geloven. Wat geloof jij in het leven? Tweede kans. Misschien is het beter als je weer gaat slapen. Oké. En als je weer wat beter voelt, ga ik het je leren, oké? Ja.
Ja, alsjeblieft. Het teken dat we kregen was echt. En die jonge man dan? Die heeft ze niet aangenomen. Gewoon rustig blijven. Onze taak in deze buurt is bijna volbracht. Laat hem maar aan mij over. Wat vond je allemaal naar thuis? Ben je bang? Ja. Jij ook. Wat moet ik nu doen? Niets. Jij blijft hier. Zij zijn er al heel lang. En ze houden ons al heel lang in de gaten. Ze komen voor ons, maar alleen voor degenen die er klaar voor zijn vanavond. En is dat meisje er klaar voor? Een mooie kind. Ja. Zij mag mee.
Mensen zijn zo dom. We geloven alles wat één persoon zegt. En volgen deze blindelings. Daar ben jij niet anders in. Maar ik volg niet één iemand. Wij volgen iets wat zoveel sterker en beter is. Sterker dan jou, zwak wijf. Vergeet niet dat je ook zwakker aan het worden bent. Dat kun jij niet tegenhouden. Ik sterf nog liever dan dat ik leef in jouw gestoorde wereld. Wacht maar. Ze zijn al onderweg. Maak me bang. Wees niet bang. Er wacht iemand op me.